Welkom bij het live televisieprogramma van Schiet TV onder ogen. Het is zaterdag 1 februari, we hebben weer een bomvol programma. We hebben bijvoorbeeld een tafelgast. Paulus Kerpels die blikt terug op de politiek van afgelopen maand. Er is een hoop gebeurd, denk ik, Paulus. Ja, het was niet dry January. Er was geen dry January, nee. Ruud van der Poel over de enquête van de bewonersvereniging De Noordrand. Tom Jansen van de VVD is hier om over de veiligheid rond het station te praten. We hebben Joke Bakker van de Open Art Exchange over de aankomende Art Rotterdam Week. En Katrien Scheuner van het Stedelijk Museum. Daar gebeurt ook van alles. Die zijn weer volop in beweging. Onder ogen zou onder ogen niet zijn als we muziek hebben. Vandaag hebben we twee artiesten, Maaike Girardin en Bernadette. We beginnen met Bernadette, welkom. Maar allereerst natuurlijk het weer met Tom. Beste kijkers, het regengebied wat we hebben is zojuist overgetrokken. Het is nu wat rustiger geworden. En wat de verloop van het weekend en daarna is, vertel ik u zo meteen. Tom komt straks nog uitgebreid terug. We beginnen met muziek. Bernadette, welkom. Dankjewel. Je wordt muzikaal begeleid door gitaar. Ja, door en... Tyler Callister. Oké, en de heer in kwestie is Tyler. Tyler okay. Callister, yes. Je gaat een lied ter gehore brengen? Ja. Eigen inspiratie, zelf gemaakt? Nee, dat niet. Dat niet. Wel een zangeres die mij enorm geïnspireerd heeft en dat is Amy Winehouse. Okay. En ik ga Valerie doen. Helemaal ja. Goed. Ga je gang. Yes, bedankt. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. And since I've come home, well, my body's been a mess and I missed your ginger hair. Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a 10. Hope you find the right man. Hope it's it for you. Now, are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Did you have to pay that fine? You were touching all the time. Are you still dizzy? And since I've come home, well, my body's been a mess. And I missed your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Nou, de uitzending begint al wel goed. Dank jullie wel. Aan tafel hebben we Paulus Kerpels, we hebben Ruud van Pol en we hebben Tom Jansen van de VVD. We beginnen met de heer Jansen. Eerst even over uzelf. De ene jongste raadlid ooit in Schiedam. Hele eer. Ja, Daan.
de hele eer, maar aan de andere kant ben ik net zo raadslid als alle andere raadsleden. Maar het is natuurlijk wel bijzonder om de ene jongste ooit te zijn en de jongste op dit moment. Ja. U wordt serieus genomen, ondanks uw jonge leeftijd? Ja, ik heb de indruk dat eigenlijk in de gemeenteraad iedereen elkaar op een gelijkwaardige manier serieus neemt. Dus ja, zeker weten. Zeker weten. Is het combineren met de studie? Ja, dat denk ik wel. Ja, kijk, het raadslidmaatschap is natuurlijk iets wat je bij een hoofdwerkzaamheid doet. En de meeste mensen die werken of zijn ondernemer. En ik doe dan een studie, dat is in die zin niet anders. Nee, hartstikke goed. Nou, we gaan even een sprongetje maken. U bent ook woordvoerder voor veiligheid en samenleving, diversiteit. Nou, heel stuk. Het gaat vooral even over de veiligheid. De VVD heeft vragen aan het college gesteld over de veiligheid en de leefbaarheid van het gebied op en rond het station Schiedam Centrum. De directe aanleiding voor de vragen van de coalitiepartij zijn de gebeurtenissen op donderdag 23 januari. Toen werden enkele medewerkers van de RET en politieagenten op het station aangevallen door een groep van 10 personen. Er zijn al langer zorgen over de veiligheid op en rondom het station. Met name in de avond kan de sfeer er grimmig worden door de aanwezigheid van groepen hangjongeren. Welke maatregelen moeten er nu genomen worden om het gebied veiliger te kunnen maken? Vandaag in het Algemeen Dagblad, een tijdelijke samenscholingsverbod voor en achter station Schiedam Centrum zou het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in dit gebied moeten toenemen. De VVD pleit dan ook voor een dergelijk verbod en wil graag van het stadsbestuur horen welke mogelijkheden er zijn. Aanleiding was een vechtpartij aan de voorkant van het station. Ja, afgelopen week kregen wij bericht dat er twee medewerkers van de RET het ziekenhuis in waren geslagen. Gelukkig gaat het nu goed, had ik begrepen. Maar door een groep van 10 jongeren, waarvan er 4 gelijk waren opgepakt. En ja, we weten natuurlijk al langer dat het station van Schiedam niet het meest veilige gebied is van Schiedam. En dit is eigenlijk een beetje een wake-up call om naar te kijken van, oké, wat doen we nu al aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel op en rondom het station? En wat kunnen we nog extra doen als gemeente? Is dat niet bekend bij jullie? Ja, zeker wel. Maar het is goed om even in kaart te hebben wat we nu precies doen en wat we nog daarbij kunnen doen. Ja. En daarbij zijn eigenlijk 2 dingen belangrijk. Aan de ene kant harde maatregelen. Dus te denken aan cameratoezicht, wat er ook al is. En eventueel dan een instrument als een samenscholingsverbod. Maar ook wat zachtere maatregelen, zoals de inrichting van de buitenruimte, die echt vooral over het veiligheidsgevoel gaan. Ja, het gaat ook wel uiteindelijk op de schop. Hè, dat is een van de plannen. U wil niet wachten tot dat zover is? Nou, op de lange termijn denken we dat de woningbouwontwikkelingen rondom het station, nu helemaal met schievesten natuurlijk aan de achterkant van het station, echt een impuls kunnen geven aan de staat van het station en ook de veiligheid daar. Maar het eerste huis wordt volgens de planning, als ik het goed begrijp, in 2022 of zo gebouwd. En ik denk dat het belangrijk is dat we daarvoor al kijken naar hoe we het station een prettiger gebied kunnen maken voor Schiedammers, maar ook voor bezoekers van Schiedam die het station eigenlijk als eerste indruk hebben van onze stad. Ja. En wij weten allemaal hoe mooi Schiedam wel niet is. En het zou jammer zijn als de mensen die aankomen op het station eigenlijk een verkeerde eerste indruk krijgen. Ja. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid in de stations? Heel veel verschillende partijen. En daarom is het ook een vrij ingewikkelde aangelegenheid. We hebben ook gevraagd wat nou precies de afspraken zijn van de verantwoordelijkheden tussen al die partners. Dus het is en de NS en ProRail en de RET en de gemeente, die allemaal hun eigen rol hebben. En dat moet natuurlijk goed afgestemd zijn op elkaar. Dus het is goed om ook dat weer een keertje in kaart te krijgen en goed te kijken. Doet iedereen nu het beste voor de veiligheid en de leefbaarheid? Ja. Pleit u ervoor om daar permanent een politieauto te stationeren? Ik weet niet of dat per se het beste middel is. Ik denk dat gewoon een mix van camera toezicht en snelle oproepbaarheid van handhaving
Ja, dat dat cruciaal is. Ik denk niet dat het per se nodig is om daar permanent een politieauto neer te zetten. Nee, want u wilde ook muziek, afspelen van muziek gebruiken om de sfeer wat rustiger te maken? Of hoe, Nou, wat ik zelf bijvoorbeeld heb gemerkt in enkele metrostations in Rotterdam, is dat daar in de avond, als ik dan terugkom van een bioscoop of zoiets, nu ga ik natuurlijk naar de Euroscoop, Schiedam, maar die was een aantal jaar geleden nog niet, dat er dan s'nachts of s'avonds muziek, vaak ook klassieke muziek, wordt afgespeeld. En ook bij Spieringshoek hebben we een tijdje gehad, ik weet niet of dat nu nog is, dat daar Efteling muziek werd gedraaid. En dat schijnt echt te helpen om hangen van jongeren te voorkomen. Heeft u het idee dat degene die die vechtpartij veroorzaakte, die daar een beetje gevoelig voor zijn, of vatbaar voor zijn? Het maakt toch op een of andere reden zo'n station of een plek voor mensen die kwaad in de zin hebben, een wat minder aangename plek om daar te zijn. Ja, dus ja. Ik denk dat dat ook een van de dingen. Het is natuurlijk niet zo dat wanneer je muziek gaat afspelen, dat dan het ineens totaal veilig is op dat station. Maar het zijn allemaal kleine dingetjes die kunnen bijdragen aan een veiliger gevoel daar. Ja. De eerste vraag die u stelt. Deelt het college onze zorgen over het door veel Schiedammers en bezoekers ervaren onveiligheidsgevoel? U spreekt over veel Schiedammers. Heeft u een enquête gehouden? Of is het een gevoel? Nee, maar het is toch iets waar wij vaak signalen over krijgen. Eigenlijk van dus zowel Schiedammers die voor woon-werkverkeer via het station reizen en vaak dan in de avond terugkomen en toch een wat grimmige sfeer soms zien. Maar ook vaak van bezoekers. Vaak mensen die ik spreek die niet heel erg bekend zijn met Schiedam. Die kennen Schiedam eigenlijk alleen maar van het overstappen op het station van de trein of de metro. En die zeggen dan, oh Schiedam, is dat die stad met dat ongezellige en onveilige station? Dat is toch wel heel erg jammer. Ja. Dus we vragen even naar het standpunt van het college over dat veiligheidsgevoel. Ja, ja. Maar goed, de ProRail is geloof ik verantwoordelijk voor de inrichting van het station. Dus daar zullen ook gesprekken gevoerd moeten worden. Wat zijn de eerste maatregelen die u zegt van nou, die wil ik gelijk dat die gebeuren? Nou, ik denk dat het dus goed zou zijn om te kijken naar de mogelijkheden voor zo'n samenscholingsverbod. Zoals het ook heeft gegolden trouwens op het Van het Hofplein in Schiedam-Oost. Ik denk dan aan iets vergelijkbaars. Dus dat je met een x-aantal mensen maximaal mag staan in de avonduren. Want daar zijn ik wou net zeggen. Hè? Want van het Lenders College komt natuurlijk ook een groep naar school. Nee, maar op het Van het Hofplein gold het ook alleen in de avonduren en in de nacht. Dus dat is iets waarvan ik denk dat is snel te overwegen in ieder geval. En zulke maatregelen als muziek en eventueel een andere inrichting van het station, zodat er een iets groter deel wordt afgesloten door de poortjes. Want dat schijnt ook nog wel te helpen. Als je moet inchecken, dan is dat toch alweer een drempel om daar dan te gaan hangen. Dus dat die wat naar voren geschoven wordt, bij wijze van spreken, bij de ingang van het station. Okay. Nou, we hebben natuurlijk ook de politie, hè. We hebben wat rondgevraagd. En die zeggen, natuurlijk is ieder station een aandachtspunt. En zijn daar veel mensen, hè? En dus dan heb je ook de kans dat er meer incidenten zijn, is wat groter. Mede omdat de plek dan ook bezocht wordt op mensen met snode bedoelingen, zoals geschreven wordt. We hebben toevallig wel een incident gehad met een groep jongeren waarbij geweld is gebruikt door die jongeren. Hè? Dus dat is waar u op refereert. Als je vraagt of de situatie, mijn inziens, is verergerd in vergelijking met andere jaren, dan vind ik dat niet. Maar een aandachtspunt blijft het altijd. Als je precies wil weten, dan zal de VVD politiecijfers moeten opvragen. Heeft u dat gedaan? Nee, maar ik denk ook niet dat dat nodig is voor de constatering dat er een groot onveiligheidsgevoel is op Schiedam Centrum. En dat er waarschijnlijk nog veel verbeteringen zijn te maken. En niet alleen, want ik wil niet de indruk wekken dat ik zeg dat de politie op een of andere manier niet goed haar werk doet. Want ik denk dat de politie het uitstekend doet en het allerbeste doet met de middelen die ze hebben. Maar ook los van politie en handhaving zijn er bepaalde maatregelen. Vooral ook bijvoorbeeld in de buitenruimte, denk aan betere verlichting. Maar ook het überhaupt al hebben van een samenscholingsverbod, nog los van dat je daar dan permanent staat als agent. Dat is toch allemaal een extra drempel om daar met die snode bedoelingen aan de gang te gaan. Ja, het is ook een beetje waar de burgemeester dan regelmatig tegen vecht. Hè? Hij zegt, de cijfers zeggen dat er minder, om maar iets te noemen, minder inbraken zijn. Maar het gevoel is soms, staat een beetje haaks daarop. Hoe krijg je dat dan voor elkaar, dat gevoel weggenomen wordt, u noemde het al, maar waar ligt dat dan aan? Ja, dat is dus
aan de ene kant weten dat er handhaving is en dat er gehandhaafd wordt. Maar aan de andere kant zijn dat toch, is dat toch de sfeer. En de sfeer die kun je ook beïnvloeden, denk ik, met maatregelen in de buitenruimte. Ja. Ja. Ja, die sfeer, die, ik loop er ook regelmatig langs, als je ook ziet, hè, dat stukje van als je de voorkant van het station en je moet bij Euroscoop zijn, nou ja, goed, dat is natuurlijk ook zo, zo'n punt waarvan je je niet heel erg comfortabel bij voelt. We hebben dat ook aan de gemeente gevraagd, we hebben helaas daar geen antwoord op gekregen, maar ik denk dat vanuit het college die vragen wel beantwoord zullen worden. Wanneer worden deze vragen, schriftelijke vragen behandeld? Ik geloof dat er een termijn is van 6 weken, die dan ook eventueel verlengd kan worden, dus ja, ik verwacht dan antwoord te krijgen van het college. Nou, laten we hopen dat in die tussentijd verder niets gebeurt en dat iedereen scherp is op het voorkomen van dit soort incidenten. Ik heb overigens wel vernomen dat voor degenen die bij die vechtpartij betrokken waren, dat ze allemaal weer thuis zijn en aan het werk en dat ze procesverbalen aan het tikken waren. Dus gelukkig is hebben die geen ernstige letsels opgelopen. Ja. Dank dat u wel. Is het belangrijkste. Ja. We gaan even over naar de politiek van de maand, om het maar even zo te zeggen. We gaan eens eventjes terugkijken op de maand januari. In politiek opzicht. Paulus Kerpels. Ja, Paulus, jij volgt de gemeenteraads vergaderingen op de voet. Je bent er altijd. Ja. Hoe kijk jij terug op deze maand? Het is eigenlijk een maand, uiteraard met vergaderingen, met een heleboel belangrijke punten die in een vervolgstadium zijn gekomen. Er zijn niet echt knopen doorgehakt, maar er zijn wel voortgangen geboekt. Ik zal er zo wel even op terugkomen. Afgelopen dinsdag was de gemeenteraadsvergadering. Dat is eigenlijk de vergadering waar beslissingen genomen worden, et cetera. De week daarvoor is er dan altijd een raadscommissievergadering. Dat is een vergadering, of liever gezegd twee in dit geval, waar geen beslissingen ingenomen worden, maar waar wel heel veel gediscussieerd wordt, zodat standpunten bekend zijn en men ook kan bepalen of dat het naar de gemeenteraadsvergadering gaat als een A-stuk, een hamerstuk of een B-stuk, een discussiestuk. En dat zijn twee lange vergaderingen geweest de week daarvoor. Ver over 12, hè? Ja, ver over 12. En daarvoor waren er ook nog wat informatieavonden over de toekomst van de Schievesten. En dat is een beetje rode draad ook van de hele maand januari. Ja, is dat verder goed opgepakt, de voorstellen van Schievesten? Want dat is een belangrijk punt, is dat, hè? Kom ik dadelijk wel even op terug. Okay. Als ik een foutje maak, dan heb ik een fact-checker tegenover precies. Me. Ja, fake news, geen fake news. Hij zit meestal vlak voor me, dus hij houdt me in de gaten. Afgelopen dinsdag met de gemeenteraadsvergadering hebben we tegenwoordig ook een actualiteitendebat. Dan mag je even snel iets vragen, iets regelen. En vorige week zat op de plek van meneer Jansen en mevrouw Manting. En die wilde eigenlijk gaan peilen hoe het nou zat met het algehele vuurwerkverbod in Schiedam. Dus dat heeft ze afgelopen dinsdag ter sprake gebracht. De meningen waren wat verdeeld en er kwamen wat cijfertjes op tafel. Want het was niet alleen de €33.000 schade ten opzichte van vorig jaar €60.000. Maar de burgemeester zei ook, we hebben ook nog eens €60.000 aan voorbereidingskosten. Ja. Aan kosten om het alles te voorkomen. Dus bij elkaar is dat toch bijna toch een ton. Bedrag, hè? En dat zou ik wel graag weg willen hebben. Ja. Dus die pleit ook voor een algeheel verbod. Meneer Jansen was het daar niet helemaal mee eens. Ja, daar hebben we de politiek voor natuurlijk. Die zegt, laten we het maar eens even afwachten. Want we zitten ook nog met een probleem. Dat we kunnen wel een vuurwerkverbod hebben op het afsteken, maar het gaat ook om het verkopen. Ja, ja. En toevallig is meneer Abu Talib daar ook van de week ingedoken, want die zat een beetje klem. Want er liggen vergunningen aan vuurwerkverkopers en die gelden 5 jaar. Dus meneer Abu Talib die is nu voor het uitsterfbeleid, stond in de krant. Op het moment dat iemand zijn vergunning verloopt, geef ik geen nieuwe vergunning en zo zal ik jullie krijgen. Want zo zei hij het eigenlijk een beetje van de week, omdat hij vorig jaar in gesprek was gegaan met de vuurwerkhandelaren om bepaalde dingen niet meer te verkopen. En toen hadden de vuurwerkhandelaren gezegd, dat maken wij wel uit, want in de wet staat dat we dat wel mogen verkopen. Ja. Nu gaat hij ze dus een beetje terugpakken door elke keer te zeggen, als er een vergunning aangevraagd wordt, gaat niet meer door. En op die manier hoopt hij het vuurwerk, zeg maar, de verkoop ook af te gaan remmen. Ja, want de VVD zit daar anders in, je refereerde, ja? Nou kijk, landelijk komt er nu een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen op ons af. En daar zijn we ook blij mee. We vinden dat ook echt nodig als je ziet wat er ieder jaar gebeurt en dat het eigenlijk steeds erger wordt. Landelijk wordt siervuurwerk, dus dan gaat het over potten en bloemen, dat wordt niet verboden. De verkoop daarvan, het afsteken daarvan wordt op landelijk niveau niet verboden.
En wij zijn er niet enthousiast over dat wij dan lokaal in Schiedam een afsteekverbod gaan invoeren. Terwijl in heel het land dat siervuurwerk, want dat is eigenlijk waar de discussie over gaat, nog vrij verkrijgbaar is. Ja. Wij denken niet je werkt ermee de illusie dat we een vuurwerkvrije stad gaan krijgen. Waarvan ik nu ook kan gaan zeggen, dat gaat niet gebeuren als alleen is Schiedam een lokaal afsteekverbod invoert. Is er iets wat ze erdoor krijgen? Meneer Hamerslag van de PS had het ook nog over, dan zitten we ingeklemd tussen Rotterdam en Vlaardingen, waar het allebei wel is. En dan gaat het bij ons weer niet. Dus is het dan niet slim om ook maar mee te doen? Want anders gaan ze in de Franse Laan of zo, gaan ze 10 meter verderop wel. Dus wordt vervolgd, denk ik, want het is nog lang geen 31. Nee, we hebben nog geen tijd, hè? Nog tijd ervoor. Ja. Wat ook belangrijk was afgelopen dinsdag, dat was nog geen discussiestuk, maar daar was al flink over gediscussieerd in de commissie. Het initiatiefvoorstel van mevrouw Wilton van de VVD en mevrouw Van Dijk van de fractie Van Dijk om zich aan te sluiten bij het schuldenlab. En de burgemeester was daar vol lof over en er werd ook nog, ze applaudisseren niet inderdaad. Ze klappen een beetje op tafel. Dat is wel iets unieks, hè, eigenlijk. Dat zulke partijen die eigenlijk redelijk ver uit elkaar staan, toch gevonden hebben op zo'n belangrijk punt als dit. Ja, zeker. Het is natuurlijk een onderwerp, het is gewoon ontzettend van belang. En misschien vanuit verschillende standpunten wordt ernaar gekeken, maar we zijn het allemaal van links tot rechts over eens dat het belangrijk is dat mensen zo snel mogelijk zelf weer verantwoordelijkheid moeten krijgen over hun eigen financiën. Het is heel mooi dat we op die manier echt van links tot rechts in de gemeenteraad kunnen samenwerken om daarvoor te zorgen. Dat is ook wel echt prettig, vind ik, aan de gemeenteraad in Schiedam, want ik denk niet dat in elke gemeente het mogelijk is dat partijen op die manier zo mooi samenwerken, op zo'n belangrijk onderwerp. Ja, wat ook uniek was, overigens in die commissievergadering, was dat de twee dames tegelijk achter het spreekgestel stonden. Oh, kijk eens aan. Dat is echt een nooit voor. Een prachtig huwelijk wat we nog niet eerder gezien hadden, inderdaad. Maar het is een heel goed voorstel, wat onder andere inhoudt, voor zover ik het weet, dat mensen die in de schulden zitten, krijgen heel veel aanmaningen van alle schuldeisers. Loopt op, ook al los je iets af. En volgens mij kunnen ze bij deze organisatie dan ook zeggen, joh, wij maken van die schulden één grote schuld, waardoor we maar met één partij te maken hebben, zodat die mensen weten waar ze aan toe zijn. Ja. Minder toeslagen krijgen aan extra toestanden daaromheen, zodat ze dat beter kunnen gaan aflossen en heel goed begeleid worden. Zeg ik het goed, meneer Jans? In één zin. Hoe vind je dat de raad met elkaar omgaat? Hoe heb jij deze maand een beetje ervaren? Want er zaten nogal een beetje bekvechterijen zo links. We hebben de Zwarte Pieten discussie nog even gehad, daar zal ik niet over uitweiden. Nee. Maar daar werd een klein beetje, of misschien wel erg met modder gegooid door diverse partijen. Is niet netjes, ben ik ook niet gewend als ik daar zit. En over het algemeen gaat het goed. Er moet wel een kwinkslag in zitten af en toe. We hebben meneer Reudering van de oudere partij. Ja. Die zal er wel goed in. Die altijd even de grens opzoekt, die altijd even contact zoekt met de burgemeester van mag ik dit nou wel zeggen? Dan heb ik het toch gezegd. In die stijl is hij toch altijd wel bezig. Ja, en zo'n terugkerende discussiepunt is altijd als PS en GroenLinks en de fractie Van Dijk één spreker hebben, die dan voor een bepaald onderwerp wat mag zeggen. En dat de andere partijen daar dus eigenlijk dat aan mogen vullen. En dat is iets wat constant maar terug blijft komen, bij de heer Reudering. Hij is daar altijd gepikeerd over. Maar hij zei op het laatst van die discussie, ik ga u wel een e-mail sturen. Dan wachten we dat nog eens eventjes wat daaruit komt. Ja. Dan hadden we ook nog drie B-stukken waar flink over gediscussieerd moest worden. Een belangrijk punt was het raadsvoorstel regionale visie armoede en schulden voor de komende jaren. En daar lag een plan op tafel waar flink in gesneden werd in een aantal zaken. Ja. Met name de bezuiniging op kindtoeslag, kindpas en de vrijwilligerspremie. Dat is echt raadsbreed, hebben ze gezegd, van dat gaat niet gebeuren. Ja, sterker nog, dat was behalve raadsbreed, kwam wethouder Brechtman en die omarmde gelijk de motie. Oh, kijk eens aan. Dat is vrij uniek. Die zei, oké, als jullie de kaders willen verleggen, dan hoor ik het wel, maar ik ga er helemaal in mee. Ja, maar waarom kom je dan met zo'n stuk? Ja, precies. Heb jij dat ervaren, meneer Jansen?
Nou ja, we komen in het sociaal domein komen met de ongelooflijk grote tekorten op ons af. En je kunt natuurlijk niet alsmaar blijven zeggen, er gaat meer geld naartoe, er gaat meer geld naartoe. Maar van dit stuk vonden we toch eigenlijk ook met de hele gemeenteraad dat het wat bot was en wat rigoureus. Ja. En dat het goed is om te kijken naar het nut van al die regelingen. En dat het belangrijk is dat dat wetenschappelijk ook bekeken wordt. Ja. Maar dat het niet heel verstandig is om in één keer het mes te zetten vol in al die regelingen. Dus dat is nu uitgesteld en er wordt nu goed gekeken naar het nut en de effect van alle zaken. Ja, het was wel zo als je vrijwilligerswerk deed en daar krijg je een bepaald bedrag voor. En ook dat werd gelijk alweer... Dat zat in dat onderwerp dat dat niet meer door zou gaan. Ja. Nou, de vrijwilligers, hè? Ja. Nou, dan hadden we natuurlijk Schievesten. Dat is een, wat ik al zei, een rode draad de hele maand in januari geweest. En nu lag er een voorstel om zeg maar verder te gaan. Ja. Want ja, er liggen allerlei plannen op tafel en er is flink over gediscussieerd. Maar men wil nu een onderzoek weer instellen. Jongens, is het allemaal wel haalbaar met allerlei woningen? Is dat financieel haalbaar met grondzaken en dergelijke? Ambitieus plan, hè? Ja. Zeer ambitieus plan. De gemeente zelf bouwt niet, hè? Dat is altijd iets dat wat ze wel op hameren. Ja. Zij doen verder helemaal niets. Ze laten het aan de partijen over. Maar je merkt inderdaad dat er mensen nu al met vragen komen. Die zeggen van ja, dat is nu nog niet ter zake. Nee. Maar sommige zaken weer wel. Van ja, wat doen we met de voorste twee flats die daar staan? Ja. Blijven die staan of ga je die even weghalen en zet je daar wat anders voor in de plaats? Ja, over de prijzen van de vierkante meterprijs, daar kan je het inderdaad wel over hebben. Maar dat is iets van de markt. Daar kan je het in principe dus ook verder niks aan doen. Een collega van meneer Janssen, onder spek, vroeg zich af, houden we nog wel een kis- en rijdstukje over? Dat was wel een dingetje. Ik denk dat hij daar heel veel gebruik van maakt. anders vraagt hij dat niet. Ja, nee, precies. Ja. Maar ja, dat is ook weer zo'n plekje waar je kis en rijdt. Dat zou misschien ook weer wat donker zijn of slecht verlicht. Dat zijn dus dingen waar goed rekening mee gaan. Heeft ook zijn voordelen. Heeft ook zijn voordelen, ja. Maar goed, dat is ook goedgekeurd en de wethouder werd daar natuurlijk keurig de loftrompet over gestoken. Ja. Afgezien van het feit dat hij ook al een prijs had gekregen en wij allemaal een bakje daarvoor kregen. Ja, precies. En een sjerp. Dus hij zat flink in het zonnetje afgelopen dinsdag. En men gaat nu verder met die ontwikkeling. Ja. En natuurlijk zijn er heel veel vragen, maar er zijn ook heel veel dingen. Ja, daar moeten ze een beetje in gaan gokken. Ja. Ja, dus ze hebben het over de zogenaamde drempel daar. Dat wordt zeg maar de onderste gedeelte van alles. En ja, er moeten allerlei voorzieningen komen. En men vraagt zich af, ja, lukt dat wel? Komt daar wel wat in? Ja. Want op het stadserf lukt dat ook niet. Maar ja, dat is een beetje gok die we moeten gaan nemen met z'n. Laatste vraag. Het is eigenlijk het laatste jaar om uit te voeren. Er komen verkiezingen. Het komt alweer een beetje aan de horizon. Ze hebben nog een vol jaar, zeg maar, om echt dingen door te krijgen. Daarna zie je dan ook... Er wordt stelling genomen. Ja. Merk je dat nu al een beetje? Dat de hakken wat ietsje dieper in het zand gaan? Ja. Ik denk dat menig wethouder na afloop wil zeggen, kijk, dat heb ik bereikt. Ja. Dus ja, men zit nu toch wel in een stadium dat de knopen doorgehakt worden. Ja. En al zou meneer Minas niet terugkeren, kan hij toch zeggen, jongens, als over 4 jaar de flats te staan, dat heb ik voor gezorgd. Dat klopt wel. Ja. Nou, ik hoop dat het dan niet gaat om de persoon, maar om de stad. Hè? Dus dat de stad er ook beter van wordt. Ja. Nou, dat is eigenlijk het sprongetje naar... Dankjewel. Eigenlijk het sprongetje naar de volgende gast. We gaan het hebben over een enquête die is gehouden over, om het maar even te zeggen, Schiedam Noord. Noordrand 2025. We kijken even naar een filmpje daarvan. Eind vorig jaar hield de bewonersgroep Noordrand 2025 een enquête onder de bewoners van de wijken Woudhoek, Spaland en Sveaparken. In deze enquête werd aan de bewoners gevraagd hoe zij willen wonen, aan wat voor soort woonvormen zij denken, of ze naar het winkelcentrum Hof van Spaland gaan en wat voor soort winkels of horeca ze graag zouden hebben. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Hoe groot was de respons en wat zijn de conclusies uit deze enquête? Alweer een enquête. Als ik heel eventjes kijk, aangeschoven Ruud van der Poel. 8 maart 2016 hebben we een reportage gehouden over een enquête. We hebben in maart 2018 hebben we een interview gehouden. 23 november van vorig jaar zat u ook aan tafel. En nu zijn de resultaten van de enquête die in 2019 is dat gehouden. Klopt, ja. Die zijn nu bekend. Ja, dat klopt. Ik heb hem hier. We got him. Ja. Het gaat over de woonwensen, de mobiliteit en de vernieuwing van het Bachplein, Hof van Spaarland en de duurzaamheid. Ik had het idee dat de nadruk wel lag op de vernieuwing van het Bachplein.
Nou, deels. En dat heeft eigenlijk te maken met de vorige enquête uit 2016. Ja. Even terug, Noordrand 2025 is in die periode ontstaan. Omdat we in 2015 ons afvroegen hoe de wijk er over 10 jaar uit zou zien in 2025. En uit die eerste enquête van 2016 bleek dat 90% van de mensen erg fijn woonden in de Noordrand. Maar dat er wel een aantal aspecten waren waar we in deze enquête op zijn ingezoomd. En dat was dat 90% van de mensen ook vond dat het zorgcentrum, zeg maar, de huisartsen, dat niet centraal genoeg lag in de wijk. En een aantal vragen over wonen. En daar zijn we dus meer in het detail op ingegaan in deze enquête, waarvan ik vandaag de eerste resultaten graag zou willen presenteren namens Noordrand. Ja. 90% van degenen die dan aan de enquête hebben meegedaan. Ja. Hè? Ja. Dus de respons was hoog? Ja, geweldig. Eigenlijk nog beter dan het jaar dan in 2016. Toen waren we al verbaasd dat 1100 mensen hadden deelgenomen. Dit jaar was het 1670 mensen. Ja. Meer dan één persoon per huishouden zal het hebben ingevuld. Maar dat betekent wel dat 20-25% van de huishoudens hun stem hebben laten horen in deze enquête. Ja, ik lees even mee met de presentatie daarvan. Ja, goed, dus 5% van de inwoners in Schroom. Ongeveer 30.000 mensen die in de Noordrand wonen. De vorige keer was het met 1100 was het ook iets in die richting. Dus wij hebben dan gekeken naar het aantal huizen. Hè. Je kunt ook naar het aantal inwoners kijken, maar... Ja, en dan 1673 mensen. Ja. Wat opvalt is dat vrouwen hem iets beter hebben ingevuld dan mannen. Oké. Als je kijkt naar de onderste diagram, dan zie je wel dat de oudere inwoner, de mensen ouder dan 50 jaar, dat die hem vaker hebben ingevuld dan de mensen die nog in het spitsje van het leven zijn. Vergrijst Schiedam Noord? Ja, zeker. Maar dit is niet een afspiegeling van de demografie van Schiedam Noord. Zeker niet. Er zijn wel meer ouderen, maar het is niet 3/4. Nee. En dat is ook wel waarom we deze enquête hielden, om ook voor de verschillende groepen is te vragen hoe het zat. Ja. Want een van de dingen was bijvoorbeeld gezondheidscentrum op het Bachtplein. Hè? Wat u al zei, dat zou eigenlijk helemaal een soort centrale gezondheidscentrum moeten hebben. En de Bachtplein zou daar uitstekend geschikt voor zijn. Ja, dat komt in de hele discussie over wat ga je doen met het Bachtplein. De Blauwe Brug is weg. Daar heb je een drempel over. Ga je daar nou winkels in stoppen of iets anders? En daar is de gemeente al een tijd mee bezig. Uit onze enquête van 2016 bleek dus ook dat de inwoners destijds wel de behoefte hadden aan een centrale gelegen huisartsenplek. Een huisartsenpost zit natuurlijk bij het ziekenhuis. Dus dat was een logische vraag. Ja. En 80% van de respondenten zei, dat vind ik een goed idee. Ja, ja. De gemeente, als we kijken naar Park Harga bijvoorbeeld, wat ze ook met Schivesten willen, ze zeggen van dat gaan wij niet doen. Stel dat er een grote projectontwikkelaar is en die zet daar een prachtig appartementencomplex neer, hebben jullie eigenlijk helemaal niks te zeggen? Nee, we hebben daar niks over te zeggen, dat is correct. De gemeente is wel bezig met een ontwikkelingsplan en ik denk juist dat deze enquête een grote steun is in de rug voor de gemeente om de richting aan te geven wat ze willen doen met dit stuk. Ze gaan heel snel. Nog één belangrijk ding. Goed, even de highlights. Ja, het belangrijkste is wel ook dat we hebben de mensen gehad, wat zou je daar dan in willen zetten? Ja. Nou, op nummer 1, naast de huisarts uiteraard. Nummer 1 is een apotheek, fysiotherapie. Anyway, het lijstje staat erin. Dus dat was wel dat was wel goed om dat te zien. Ja. Er stond ook dat mensen hebben eigenlijk helemaal geen plan om te verhuizen. Hè? Die zeggen van ik woon eigenlijk prima. Ik zou wel een ander huis willen hebben, maar dat is er gewoon niet. Nou, dat is iets wat eigenlijk door heel Schiedam heen speelt. Op dit moment staat de dia voor van Hof van Spaland. Ja, daar is, dus, dat is op zich wel interessant, dus, want Hof van Spaland is eigenlijk daarna kunnen we even nog dieper in zoomen. Want Hof van Spaland is eigenlijk het winkelcentrum van de wijk. Daar druk bezocht.
druk bezocht. En daar hebben we ook twee keer, wat ze dan in de politiek over canvassen noemen, hebben we daar gestaan. En zijn we in contact gegaan met de mensen. En een kaartje uitgedeeld met een QR-code, dat je de enquête kon invullen en een website. Nou ja, en wat je dan ziet is dat het merendeel van de mensen bezoekt de Hof van Spaarland minstens één keer in de week. Ja. Een aantal, een derde zelfs dagelijks. Dus goed bezocht winkelcentrum. Als je dan vraagt wat ga je daar doen, dan, dan is het toch meestal functioneel winkelen. Ja, gezellig winkelen is... Nee, aan de horeca is er ook geen behoefte. En wat opvallend was in dit stuk van de enquête is in ieder blok hadden we de gelegenheid tot het stellen van een open vraag van wat wil je. En daarbij bleek dus dat meer dan 760 mensen hadden wat ingevuld van nou ja, wat zou ik daar willen. En heel veel mensen hadden meer dan één winkelsoort ingevuld, dus ik ben daar nog mee bezig. Maar opvallend was dat 200 mensen graag een HEMA willen hebben. Een HEMA? Een HEMA, ja. Sorry voor het naam, maar warenhuis, laten we het zo zeggen. 172 mensen wilden er een schoenenwinkel hebben. En dan verder nog wat kleding. En twee mensen wilden er een McDonald's hebben. Dus ja, dat was het. Ja, ja. Wat ook wel opviel in dat stuk was dat een aantal mensen toch specifiek verwezen naar bijvoorbeeld de Loper of de Koperzoek in Maassluis. Recent opgeknapt. Helemaal opgeknapt. En daarmee refereerden van, nou ja, dat zou ook wel iets zijn. Ik heb er tot nu toe een stuk of 50 van dat soort reacties geteld in de enquête. Het is vrij opgeschreven zonder verder. Ik heb het idee dat gemeenten er ook bovenop zitten. Ja. Dan begin. En dan moet er een trottoir verlegd worden bij de Lidl. En dan slagen we er toch in om op een of andere manier dan toch... hem zo daar neer te leggen dat het niet helemaal is wat de bedoeling is. Waar ligt dat dan weer aan? Ik weet het niet. Dat is knulligheid. Ik heb het ook gezien en ik dacht, nou, zo zou ik hem zelf niet hebben gelegd. Maar ik ben niet van de, de gemeente. Hè. Wij gingen natuurlijk in de enquête over de grote lijnen. Wat de projectcommissie die over... Hof van Spaarland gaat, is natuurlijk in contact met de winkeliersvereniging. En natuurlijk gaan we de gegevens met hun delen. Want ik denk dat het ook voor hun heel interessant is. Ja. Om te zien wat nou die 1670 mensen die toch hun winkelcentrum bezoeken, vinden van hun winkelcentrum. Is het ook iets om dat in andere wijken te doen? Want er komt nogal wat boven water. Ik bedoel, je kan dit ook meenemen naar de stadsvisie. Hè? Die komt in. Daar is ook de gemeente heel druk mee bezig. Heeft u het idee dat dat ook meegenomen wordt in die visie? Nou, de vorige keer dat wij het in 2016 hebben gedaan, is dat zeker meegenomen. En met name toen die onderdelen over wonen en over het medisch centrum. Toen hebben we nog niet zo ingezoomd op het winkelcentrum. Zoals een gemeente werkt, is dat je iedere vier jaar een nieuwe club mensen krijgt met andere ideeën. En dat was toen nog niet uitgekristalliseerd. En dat betekent dat we nu met een ander team zitten. En we hopen dat ook onze enquête daar weer bij kan helpen. Ja, of het een idee is voor andere gemeentes. Ja, wij zijn ontstaan uit de wijkoverleggen. Ja. Met hulp van Marcel Kreuger. Ze hebben weer een andere naam. Ja, regisseur zijn ze geloof ik. Regisseur, dat is veranderd. De functie blijft hetzelfde. Ja. Even voor de goede orde. Hè. Marcel Kreuger heeft ons gefaciliteerd. En als hij bij de vergadering zit, dan praat hij natuurlijk mee. Het is onze enquête geweest. Ja. Wij hebben de vragen verzonnen. De gemeente heeft wel geholpen met de vragen beter maken. Geen dubbele ontkenningen erin en zo. Ja. En die heeft ook de statistische verwerkingen gedaan. Daar hebben ze betere instrumenten voor dan wij. Maar het is echt de enquête. Van de buurt voor de buurt. Ja. Hoe werd het ontvangen in het stadskantoor? De vorige keer in 2016 erg enthousiast. Ik ben nu eerder bij Schiet TV dan bij de club. Dus, okay. Het is echt vers van de pers. Ik zal hem zo even aan meneer Jansen geven. Het komt ongetwijfeld ter sprake. Ja. Dus, Hoe gaat het nu verder? Nou, even nog over wonen. Hè, want Nog even dan als laatste. Wonen was het interessante van wonen was wel dat... De 70% van de mensen zegt, we hebben geen plan om te verhuizen. Woont prima. Wat je wel ziet is dat bij de ouderen die zeggen, van, nou, ik woon te groot. Ja. Maar ik kan niet verhuizen, want ik wil wel op niveau blijven wonen. Hè. Dus een driekamer of een vierkamer appartement. En bij de jongeren is natuurlijk omgekeerd het geval.
Als je kijkt naar de woonwensen, dan zie je dat duurzaamheid toch wel voorop staat. En als je kijkt in de antwoorden vrij ingevuld, dan zie je dat vooral bij de ouderen toch wel de behoefte is aan lang zelfstandig blijven wonen. Ja, er kwam daar net het plaatje voorbij van het complex bij het Bospad. Dat is zo'n voorbeeld van wat je kan inrichten in Schiedam-Noord. Dus ja, dat is ook weer een steun in de rug om verder te kijken. Want dit wordt wel een probleem voor de wijk over 5 jaar. Dat heel veel ouderen in eensgezinswoningen zitten en niet verder kunnen doorstromen. En er was al een voorziening van de gemeente, hè, lang zult u wonen, die er dan in verzacht dat je daar maatregelen kon nemen, zodat je wat langer in je huis kon komen. Ik had begrepen dat dat dit jaar niet meer doorgaat. Nee. Dus ja, dat zou dan een kans geweest kunnen zijn om toch de mensen te begeleiden en eens kritisch te kijken naar hun woning, om dat nog eventueel met aanpassingen. Ja, en nogmaals, om ook levensloopbestendige woningen te bouwen, zodat die doorstromen kan. Want, nou, laten we hopen dat het een prachtige wijk blijft eigenlijk. Okay. Hè? En dat we ook het zijn natuurlijk veel eensgezinswoningen daar. Ja. En ik hoop dat ze dan ook benut worden door degene voor wie het uiteindelijk bedoeld is. Want ik woon er zelf ook. Ik heb bij wijze van spreken een hele verdieping over. Dus voor mij betreft mag ik wel wat kleiner gaan wonen. Bedankt zover. Mocht er wat nieuws zijn, dan horen we het graag. Graag gedaan. We gaan over op muziek. Maaike, goedemorgen. Goedemorgen. Je staat daar mooi met een gitaar. Ja. Wat voor soort muziek maak je? Ik maak pop, folk of indie folk. Oké. Okay. Ja. Beetje folkachtige... Folkachtige geluiden. Geluiden, oké, muziek. Nou, we gaan naar je luisteren. Het nummer, heb je dat zelf geschreven? Ja. Kijk eens aan. Gemuziceerd ook zelf? Ja. Helemaal goed. Nou. Ik zou zeggen, het podium is voor jou. Dankjewel. Dit is het nummer Australia. Bruce, you said, while I was hanging above my head. They had warned me, who knew, that the dangerous one was you. You pulled me under and never thought that I'd get through. Walking 100 miles, gotta love to see your smile. Camping in an bin, why'd I ever let you in? Watch out for the snake in the tall grass by the lake. It is just for your own sake, but it didn't make my heart break. You pulled me under, and now I gotta say, you can say that what we had was never serious. You can undermine all that it never was. Be unkind, I'll be fine, but the memories in my mind remain, can't take away. Straight me now I've been drowning down under, the darkness of our ending makes me wonder, am I broken? Am I stronger? No, I won't cry for you. I won't cry for you no longer. You can say that what we had was never serious, and you can undermine all that it never was. Out of sight, out of mind, and I know that love is blind, but you can take away. Straight the straight the straight the straight the
Dankjewel. Ja, ik hou wel van dit soort muziek. Aan tafel Joke Bakker en Katrien Schreuder. Welkom. Joke Bakker, Open Art Exchange. Katrien Schreuder voor het Stedelijk Museum Schiedam. We beginnen Joke Bakker. Open Art, het wordt weer Open Art Rotterdam. We kijken even naar wat een filmpje erover. In de periode van donderdag 6 tot en met zondag 9 februari is er de Art Rotterdam Week. In Rotterdam en in de directe omgevingen zijn er speciale openingen, tentoonstellingen in de musea en kunstinstellingen, beurzen, lezingen, rondleidingen, performances, debatten, pop-up shows, festivals en muzikale evenementen. In Schiedam zijn er 7 locaties die meedoen aan de Art Rotterdam Week. Een van die instellingen is Open Art Exchange aan de Hoogstraat. Zij komen met moderne dansvoorstellingen en met lopende tentoonstellingen Hello 2020. Joke, ik heb begrepen dat jij de initiator bent van het feit dat we ook een Open Art Schiedam hebben, klopt dat? Nou, initiator is een groot woord, maar ik heb even een rondje gebeld. Je hebt belletjes gepleegd. Ja, en ik heb wat geprobeerd om ook wat samenhang te brengen in dat we ook als route naar buiten gaan. Ik denk dat dat wel belangrijk is, ook als Schiedam. Ja. Om ook te laten zien dat we hier serieuze kunst hebben. Ja. Krijg je gelijk iedereen mee? Een heleboel mensen zijn eigenlijk zelf bezig. Of hebben zich al aangemeld of waren in hun eentje bezig. Maar het is eigenlijk heel leuk om het te verbinden. Ja, juist. Ja. Ja. Je zijn in je eentje bezig, dus je wist niet, we wisten eigenlijk niet van elkaar wat we aan het doen waren. Moet ik het zo formuleren? Er zijn natuurlijk een aantal instellingen die sowieso mee willen doen aan Art Rotterdam Week en die zich gewoon aanmelden. Ja. Waaronder het museum, onder andere, en wij. En Kunstwerk doet ook van oudsher mee in de Ketel Factory. Maar daar zat niet echt een verbinding in voor een route. En vorig jaar toen hadden we 4 locaties. En ik dacht toen was het weer de tijd daar dat de aanmeldingen moesten gebeuren voor de krant, zou ik maar zeggen. En ik dacht, er zijn wel meer locaties die we toe kunnen voegen aan die 4. Dus ik ga gewoon even een rondje bellen om te kijken of ik er meer kan, meer bij elkaar kan krijgen. Ja. En ook eigenlijk met het idee van dat we ook een plek zouden kunnen krijgen in de pendelroute van Art Rotterdam. Ja, is dat gelukt? Dat is helaas niet gelukt. Nee. Omdat... Ja, er ook nog een andere nieuwe locatie was in de Spaans Polder, die ook in de route moest. Maar we worden nu wel bekeken dat we misschien volgend jaar in de route kunnen. Ja. En we hebben als alternatief nu wel een kaartje gemaakt met een artroute Schiedam. Daar hebben we ook een webpagina voor geopend, waarin alle deelnemende partijen ingelinkt staan en ook doorgelinkt staan naar hun eigen websites. Ja. Ja. Zodat er ook duidelijk is dat er een artroute Schiedam is. En ook alle openbaar vervoer connecties, want die zijn eigenlijk heel goed. Tussen key locaties van de Art Rotterdam route, van de pendelbus, en ook het key punten van het openbaar vervoer, om in Schiedam te komen. Want hoe groot is dat Art Rotterdam Week? Hoe groot moeten we dat zien in verhouding tot... Dat is wat? Het is het kunstevent van Rotterdam. Gigantisch. Ja, het is echt, het is heel groot. Ik denk vorig jaar, er zijn een aantal, de key locaties zijn de 3 grote beurzen die er zijn. Er is de Art Rotterdam is dan de kunstbeurs. Wat is er allemaal te doen tijdens die, die week? Je mag elkaar aanvullen, dat maakt niet uit. Er is een artbeurs, Art Fair, Art Rotterdam Week. Ja. Dat zit in de Van Nellefabriek. Daar zijn galeries uit heel Nederland, maar ook uit de hele wereld hebben daar stands. Die presenteren daar hun, presenteren daar hun beste kunstenaars, zeg maar. Ja. Hè? Okay. Die selecteren ze speciaal. En dat maakt ook dat kunstliefhebbers, maar ook natuurlijk de professionals uit de hele wereld eigenlijk daar naartoe komen. Ja. Want het is een kans om in heel korte tijd echt te zien wat er op dit moment gaande is in de internationale kunst. Okay. Het is iets anders dan dat je je schilderijen tentoonstelt en dat je ze kan kopen. En ze is Het is wel een echte kunstbeurs ik denk dat er, ik weet niet, ik denk zo'n 80 galerieën meestal, of misschien zelfs iets meer voor Art Rotterdam. Maar het is wel echt een plek waar kunstkopers ook naartoe komen, maar ook kunstliefhebbers. Ik denk vorig jaar iets van meer dan 26.000 mensen daar geweest zijn. Dus het zijn echt veel mensen die dan in 4-5 dagen tijd daar komen. Maar de beurs is niet het enige, want de beurs is er ooit mee begonnen. En daarnaast was er ook een designbeurs, object heet het geloof ik. Mm-hmm.
Waar dan meer dan echt design dingen staan. En dan is er nog een derde key locatie en dat is het fotografie museum. Ben je niet naar de gemeente, ja ik gooi het maar weer naar de gemeente, ben je daar niet toe gegaan en zeg van joh, weten jullie wel dat er een Art Rotterdam Week is en dat wij meedoen en zouden we iets aan city dressing, window dressing kunnen doen? Ik zou het best willen, overigens. Heb je gesprekken gevoerd? Ik heb geen gesprekken gevoerd met de gemeente. Ik ben eigenlijk direct naar partijen gegaan die erbij betrokken zijn. Of die geïnteresseerd zijn om mee te doen in het siteprogramma. Want het siteprogramma, dus naast die kern van die drie locaties, zijn er echt inmiddels iets van 80 locaties die meedoen met een programma. Ja. Dus overal in de stad, in Rotterdam, in de regio. Iedereen haakt het zoomt iedereen gewoon. Haakt, ja, dat haakt erop aan. En die komen uit met speciale performances, muziek, tentoonstellingen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurt. Ja. Dus het is eigenlijk een soort festival. En in Schiedam doen er dus ook 7 locaties mee. En ook echt mooie locaties. Ja, ja, ik heb ze hier. Even kijken. Jacques Tanger doet mee, kunstwerk. Ja. Galerie 158. Ja. Stedelijk Museum. Open Arts Exchange. Galerie Chimera. Ja. En de Ketel Factory natuurlijk. Oké, okay. die gaan... Ja, dus die dat doen allemaal. Gaan ze ook naar buiten toe? Wordt er buiten nog iets georganiseerd? Het is niet buiten, want meestal is het allemaal binnen. Het is natuurlijk een beetje koud nu. Ja. Maar ze hebben wel allemaal een speciaal programma. Dus ze hebben allemaal of een tentoonstelling, of wij doen onder andere ook dansperformances. Ja. We doen art nights. Ja. wat gaan jullie allemaal doen? Dat zag je nogal. Ik zag dans en ik zag ook nou, vertel het zelf maar even. We hebben een aantal dingen. We hebben onze lopende tentoonstelling, laten we daarmee beginnen. Ja. Dat is onze nieuwjaarstentoonstelling. Dat is traditioneel een tentoonstelling waarin wij highlights laten zien van tentoonstelling van het afgelopen jaar. Maar ook met een beetje vooruitblik. Dat is die Hello 2020? Dat is Hello 2020. Daar staan eigenlijk de hoogtepunten en de centerpieces van die tentoonstelling. Dat is echt een hele mooie tentoonstelling met hele goede kunstenaars die ook internationaal het heel goed doen. Dus ik zou, het zou heel fantastisch zijn als nu veel mensen het kunnen zien. Daarnaast hebben we een beetje verbouwd bij ons om het pand zeg maar toch beter in gebruik te nemen. Dus we hebben nu zijn bezig om een permanente collectie in te richten. Dus zodat de kunst van al onze kunstenaars, ook uit voorgaande tentoonstellingen, maar die wij onder contract hebben, dat die te zien zijn. Dat is heel leuk. Dus dat is meer een salonachtige presentatie waar we nu aparte ruimte voor hebben gemaakt. Is nog niet helemaal klaar, maar ik zag dat er een paar beelden tussen zaten van proefjes die we op hadden gezet. Maar die hopen we klaar te hebben volgende week. En dan hebben we daarnaast een grote performanceruimte. Wat eigenlijk omgetoverd is in één grote installatie. Waar ook zeg maar kunstwerk tentoons worden gesteld, objecten, panelen. Die... allemaal zijn gemaakt met glow-in-the-dark vezels op een of andere manier. En die onderdeel zijn van de dansperformance die we doen. Dat is een project dat draait nu een jaar. Daar zijn we ooit mee begonnen vorig jaar met Art Rotterdam Week. Toen hebben we de eerste episode gedanst en ontwikkeld. Wij doen dat met een Mexicaanse danscompanie, die FDR Dans. Die ook internationaal het heel goed doet en ook aan allerlei dansfestivals en korte dansfilms meedoen en daar ook veel prijzen voor gewonnen hebben. En de bedoeling is dat dat een volwaardige theatervoorstelling wordt, waar die ook getoerd gaat worden in art spaces en in kleine theaters. En we zijn eigenlijk in het staartje nu van die ontwikkeling, dus het is heel leuk nu dat ze nu bij ons komen try-outen, want ze zijn in augustus hier geweest. Ja. Voor de episode 2 en 3. En eigenlijk zijn we nu met de laatste episode zijn ze terug. Dus de 1, 2 en 3 hebben nu getoerd in de theaters in Mexico in de afgelopen maanden. En nu gaan we weer met een aantal dansers gaan we onderdelen daarvan weer try-outen hier en filmen. En... Verwacht u veel bezoekers? Denk je dat het iets een wezenlijke aanvulling is op het programma in van Rotterdam? Ik denk het zeker. Ja. Ja? Nee, in ons geval, we hebben natuurlijk de opening van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. Ja, daar komen we zo even op terug. Ja. Ja, en we hebben een hele mooie tentoonstelling van Jan-Erik Visser. En dat zijn allemaal hedendaagse kunst. En dat hebben we niet voor niets geprogrammeerd in die week. Dat ook de Art Rotterdam, die openingen,
dat plaatsvindt. Dus wij verwachten zeker dat een stroom van mensen op gang begint. Ja. En ik denk, dat zou ik echt wat missen als ze niet even de afslag Schiedam nemen. Ja, zeker. Heb je ook dat gevoel? Want je zal ongetwijfeld hebben wat er allemaal gepresenteerd wordt. Er is ongelooflijk veel. Hè? Want zeg maar in de Art Rotterdam... Ja, maar in Schiedam bedoel ik? Maar ik denk in Schiedam, ik denk dat er een hele mooie route is. En ik denk wat ook leuk is in Schiedam, is... Schiedam is natuurlijk een oude historische stadskern. Ja. Met hele mooie oude monumenten en ook andere dingen die je daarnaast kunt doen. En dat is een hele mooie setting in aanvulling op Art Rotterdam Week. Want ja, Rotterdam zelf is natuurlijk voor een groot deel heel modern. En architectuur de vanillefabriek is de jaren 50. Ja. Dus ik denk dat de aanvulling zeg maar, ook leuk is voor het publiek om zeg maar, een rondje Schiedam te doen. Gaan jullie dat actief promoten daar? Ja. Gaan daar mensen staan en flyeren? Nou, we gaan niet flyeren, want we hebben geen budget. Want we doen dit allemaal als particulier initiatief. Liefdewerk uit papier? Het is allemaal liefdewerk uit papier. Ook allemaal in de promotiemateriaal. Oh, dat dan weer wel. Ja, we staan op de artsite in Art Rotterdam. Want dat wordt natuurlijk allemaal geregeld via Art Rotterdam. We hebben daar ook een kit voor. Maar we hebben posters gemaakt met de route Schiedam specifiek. En die gaan we overal ophangen, zeg maar, in de keylocaties. Okay. En natuurlijk via mond-to-mond reclame. En we staan ook op een aantal nieuwsites, dus zowel in Schiedam, maar ook in Rotterdam, met het verhaal over het rondje Schiedam. Dus dat doen we. Nou, laat het maar druk zijn. Laat de bussen maar komen, zoals we altijd zeggen. Dankjewel, blijf maar even zitten en vul aan waar nodig, want we gaan het over het Stedelijk Museum hebben. In de Volkskrant van vrijdag. Ja. Even tellen. 1, 2, 3, 4... Vijf volle pagina's over het Stedelijk Museum. Goed, hè? Er komt Volkskrant, Beeldende Kunstprijs voor de 13e keer. Ja. Stedelijk Museum Schiedam is gastheer. Het is een samenwerking. Een samenwerking, ja. De Volkskrant Beeldende Kunstprijs is een kunstprijs die in het leven is geroepen door de Volkskrant. Hè, dat zegt het allemaal al. Met als doel om jonge kunstenaars, dus onder 35... een nieuw podium te geven en een stimulans te geven. Ja. En hoe het werkt, zij zijn sinds een aantal jaar partner van ons als museum. Wij zijn natuurlijk ook gericht op hedendaagse en actuele kunst. Dus voor ons is dat ook een hele mooie manier om daaraan bij te dragen. Want wij bieden daarvoor onze zalen beschikbaar. Ja. Dus de Volkskrant organiseert vervolgens de selectie van die kandidaten. Dat zijn er dit jaar 5. En daarvoor werken ze samen met weer een aantal scouts. Dus de Volkskrant, de redactie verzint dat niet zelf, maar zij wijzen scouts aan. En dat zijn echt experts op het gebied van hedendaagse kunst uit het hele land. Waaronder bijvoorbeeld de directeur van het nieuwe directeur van het Stedelijk Museum, de directeur van Museum Voorlinden. Die is de beste. En die selecteren echt hun favoriet en die gaan daar ook echt voor staan. Ja. En die wordt dan aan ons gekoppeld, waarmee wij dan een tentoonstelling inrichten. Oh, okay. Jullie faciliteren is misschien een beetje iets te... Wij hebben een aandeel in de inrichting van die tentoonstelling en onze bijdrage is natuurlijk om te zorgen dat ze echt zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk gepresenteerd worden. En dat het een groot publiek weet te vinden. Hè? Ja. En het mooie aan die samenwerking is natuurlijk dat de Volkskrant eraan verbonden is. Dus die zorgt dan voor echt goede publiciteit. Ja. Voor de tentoonstelling, voor de kunstenaars, voor het museum, voor Schiedam. Want iedereen moet natuurlijk dan komen. Wat ongetwijfeld weer een toename zal zijn van de bezoekersaantallen. Want het gaat goed met Stedelijk. Het gaat heel goed. We hebben een heel goed jaar achter de rug. En we bouwen flink aan wat komen gaat. Ja, want ik heb even de agenda bekeken. Dit is geloof ik alleen maar van februari. Maar je begint natuurlijk met de Modest Fashion Art Fair. Dat begint vandaag. Dat is vandaag. Vanaf 1 uur. Ja, iedereen welkom. Ja. Een super bruisende dag, denk ik. We hebben natuurlijk Modest Fashion, de tentoonstelling, al sinds september staan. We hebben enorm veel mooie dingen meegemaakt met die tentoonstelling. Heel veel publiek getrokken. Ook nieuw publiek uit Schiedam, uit het hele land. En ook heel veel evenementen georganiseerd. Ja. Omdat we heel graag wilden, niet alleen het thema agenderen. Het is een actueel thema wat leeft niet alleen in de kunst, maar veel breder eigenlijk ook. En daar hebben we heel veel mooie gesprekken over weten te voeren. Maar we wilden ook een soort nieuwe generatie creatief en echt een podium geven. Ja. Ja, dat doen we. Speerpunten, van jullie. Absoluut. Ja. En ook als ze misschien nog niet eerder in het museale veld of misschien op andere vlakken actief zijn. Ja. En dat doen we in de tentoonstelling zelf. Er zijn echt heel veel nieuwe namen echt ontdekt, zou je kunnen zeggen.
Maar we hebben ook allerlei evenementen waarop we zeggen, nou kom maar gewoon laten zien wat je kan. En dat is bijvoorbeeld vanmiddag de Art Fair. En nou, dan hebben we modeshows, we hebben stands, we hebben workshops. We hebben ook ontmoetingen met de kunstenaars, dus meet-and-greet-achtige sessies. Ja. Rondleidingen, muziek. Ja, maar dat niet alleen, hè? Jullie bieden ook een podium en jullie zeggen van, bijvoorbeeld show me the money. Jullie helpen ook, jullie bieden ook de kunstenaars een helpende hand. Ja, dat van, is dan niet voor Modest Fashion, maar dat hoort bij de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. Ja, nog omheen, ja, bij de Volkskrant Beeldende Kunstprijs vinden we het ook belangrijk. Kijk, we geven natuurlijk die 5 specifieke kunstenaars echt een enorm podium in 1 keer. Ja. Je ziet ook uit de afgelopen edities dat ze het daarna allemaal goed gaan doen. Hè? Dat is maar we willen eigenlijk wel dat de impact daarvan breder is. Ja. En dat ook andere jonge kunstenaars echt wat hebben aan dat moment. Ja. Ja. Dus daarom hebben we allerlei activiteiten zoals de dingen die kunstenaars eigenlijk niet veel leren op academisch, zoals ondernemend zijn, je eigen PR doen. Hoe maak ik eigenlijk een goede publicatie over mijn werk? Zakelijke instinct is nu niet echt ontwikkeld om daar even Nou, zo je te ziet zeggen. Steeds meer kunstenaars die daar heel goed die daar heel in zijn. Goed in zijn. Dat is een nieuwe generatie. Maar het is niet vanzelfsprekend. Ja, nee. En we zien dus ook heel veel belangstelling daarvoor. Ja. Nou ja, goed, wel of niet publiceren, kunst tonen en verkopen. Hoe doe je dat? Dat zijn natuurlijk wel hele basale dingen. Ja, heel belangrijk. Maar heel belangrijk. Vooral show me the money is natuurlijk wel iets. Je moet er wel iets aan overhouden, denk ik. Ja. Jullie doen in ieder geval mee met die Art Rotterdam week. Startende 5 februari. We hebben een opening. Ja. Dus grote opening dan? Grote opening op 6 februari om 5 uur. We staan echt met dus de opening van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. En Jan-Erik Visser, die hele mooie sculpturen heeft gemaakt van zijn eigen huisvel. Ja, van zijn eigen. Prachtig werk. En dat hebben we op dat moment gedaan, omdat we dan echt in het programma van Art Rotterdam staan. Dus je moet je ook voorstellen, al die mensen gaan naar de beurs. Maar ze hebben ook een soort festivalachtig programma's van allemaal openingen, evenementen en dingen. Dus dan verwachten we inderdaad een soort buslading uit Rotterdam. Gaan jullie nog grote openingen houden? Of jullie doen de deuren open en je zegt welkom? We gaan niet grote openingen houden, maar wij doen wel een art night. En Jacques Tange doet ook een art night. Dus Jacques Tange doet een art night op vrijdag. Dus donderdag is dan de opening van het museum. Op vrijdag is er art night bij Jacques Tange. En wij doen op zaterdagavond, doen we dan de dansvoorstelling. Dat is dan eigenlijk de belangrijkste dansvoorstelling om 8 uur 's avonds. Dus dan hebben we echt een programma, een avondprogramma met hapjes, drankjes, whatever. Heerlijk. Volop creatieve sferen hier in Schiedam. Zeker. Hartstikke leuk. Fijn dat jullie dat doen. Ik hoop dat het lekker druk wordt. En dat ook Rotterdammers Schiedam gaan ontdekken op dit gebied in ieder geval. Dus dank jullie wel. We hebben muziek. Ja? Ja. Waar komen jullie vandaan eigenlijk, als ik vragen mag? Rotterdam. Oké, hartstikke goed. Hebben jullie veel optredens, zoals ik het zo... Tyler, die heeft er behoorlijk wat. Ja? En bij mij begint het ook steeds meer te worden. Wordt steeds meer. Ja. Is dat ook iets waarvan je zegt, van, nou, daar wil ik verder mee? Ja, zeker. Juist, ook zie je gelijk helemaal glimmen daarvan. Nou, we geven hier een podium. Ik zou zeggen, gebruik hem, nut hem ten volle uit, om het maar zo te zeggen. En, ja. Ga je gang. Bedankt. You never had easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So, well, this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice, no, no, no. Listen to the sound, yeah, voice. Ragamuffin is a freedom fighter. He's handling a choice I know that. And dear Ragamuffin is one of the friends. And what you see is what you really need in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Ragamuffin should not falling down, cause he is a wisdom of not fooling around. But why you should feel good since he underground?
said you never had easy, I know, but I still remember you and what we used to have. So, well, this is my song for you, my friend. You can only say that I will never forget. No, no, no. Dankjewel, Bernadette. Dankjewel. We gaan nog even kijken naar wat uitgebreide weerbericht van Tom. Hier is Tom Bruin met het weer. Beste kijkers, dit is het weerbericht van zaterdag 1 februari. Tot op heden hebben we nog geen enkele winterweer gekregen en voorlopig ziet dat er ook niet naar uit. De afgelopen dagen is vrij wisselvallig verlopen. Het is behoorlijk winderig geweest. En zojuist is er een behoorlijk neerslaggebied overgetrokken in de afgelopen nacht. Nadat dit neerslaggebied is overgetrokken, is het vandaag weer zijn er wat opklaringen. Het is bewolkt en de temperatuur ligt opnieuw op een hoog niveau, zon rond 11 graden. Wel, de wind die zal een boventoon voeren en die is vrij hard uit richtingen tussen zuidwest en zuid. Aankomende nacht dan vallen er weer een paar buien en de temperatuur ligt weer opnieuw hoog, zo rond de 8 graden. Zondag dan hebben we eerst met wat regen te maken, daarna krijgen we weer opklaringen. De temperatuur blijft rond de 10 graden hangen en er staat nog steeds een forse wind uit zuidwestelijke richting. Vanaf maandag is het eerst wisselvallig. De temperaturen liggen nog op een hoog niveau, zo rond de 10, 11 graden. Maar vanaf woensdag, dan gaat het inderdaad richting 7 graden. Komt er meer zon en lijken de neerslagkansen af te nemen. Dit was het weeroverzicht van zaterdag. We hebben natuurlijk nog een prachtige muzikant hier in onze studio. Maaike? Ja. Ga je weer zo'n prachtig nummer tegen horen brengen als de vorige? Ik ga mijn best doen. Ga je best doen. Oké, okay, wat ga je zingen? Wat liedje ga je? Welk nummer? Nummer No More. No More? Ja, en het gaat over. Het is een vrolijk liedje over, over verdrietige zaken. Oh, nou, ga je gang. Oké. Okay. Mr. Good on paper, Mr. My Heartbreaker. And every time you kiss. Do you think about this? I should have known better. I should have seen the girl that you wish she was staring at me. Oh. But you said we were meant to be no more. Clueless losers, drug abusers, yeah. We'll be my baby, baby, baby. No more. There's no one. There's no more crying through the night. Cause this time, this time, this time, I got it right. Ooh. Feel sorry for me now. You feel sorry for yourself. Ooh, don't feel afraid of empty faces. They make room for friendly faces. And if you don't, just ask yourself. And if you don't do that, you can ask for help. Ooh, 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 ooh. No more clueless losers,
be my baby. Will be my baby. Dankjewel, Maaike. Geweldig. Nu is het echt afgelopen.